Wat een drama net. Bloed, zweet en tranen gewoon. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Het is donderdag, we zijn aan het haasten. Ik ben nog een banaantje aan het eten. Sarah is de laatste hap van de ontbijt aan het eten. Dan gaan we naar school en dan heb ik allemaal dingen die ik wil doen voor de bruiloft morgen. Ja, de bruiloft is morgen toch? Ja, ik ga eerst mijn nagels doen, dan haal ik Sarah op uit school. Dan gaan we naar mijn moeder lunchen, dan ga ik gelijk door naar de kapper, dus dan kan Sarah daar blijven. En eerder we dan thuis zijn, is de dag eigenlijk zo goed als voorbij. Maar dat gaan jullie zien, ik ga nu haasten. Oh, en nog mijn outfit van vandaag. Ik heb dit shirt aan van Vogue, pantalon van Partou en mijn sneaker wedges. Even makkelijk en snel voor het rennen vandaag. Vandaag zitten erop en ik wilde eigenlijk eerst rood doen, maar ik zat heel erg te twijfelen met de rode tintjes. Want ik vind als het net niet matcht met je jurk, dan gaat het vloeken. Dus even kijken aan de schaduw. Ik heb nu deze hele lichte mat noetkleur. Ik weet niet of je het heel goed ziet, maar goed, ben blij mee. En ik heb een tasje met wat spulletjes, dat ik mijn teennagels hetzelfde kan doen. Maar ze doet geen tenen, dus dat doe ik zo bij mijn moeder. Die heeft ook een lamp. En nu snel naar huis. Het is de enige tijd dat ik thuis iets kan doen. En dan weer Sarah ophalen en weer verder. Oh, het licht wordt nu beter. Kan je het zo goed zien? Volgens mij wel. Ja, ik ben er heel happy mee. Dus ik ga snel rijden. Onderweg naar de kapper nu. En het is echt best wel lekker weer geworden. Het zou heel koud worden, maar het valt mee. Even wat aan dit haar doen. Wel geluk, Kelly kon mijn haar morgen ook doen. En dat is van Sarah, dus dat is mega fijn, want ik ben echt geen haartalent. Dus nu zo eerst verven en dan is het helemaal af. Donkerder weer, kleurde in. Ik had een tijdje niet geverfd. Want ik wist dat ik ook zou gaan permanenten. En dan vind ik het niet heel handig om dan te verven. Want dan gaat heel je haar kapot. Ik ben er echt mega blij mee. En het ziet er ook gewoon weer een stuk gezonder uit. Nu naar Sarah. En dan mijn voeten nog doen. Mijn teennagels. Die gaan matchen met mijn hand. En dan ben ik klaar voor vandaag. Nu gelijk snel koken. Ik zie gelijk mijn eigen haar weer dat ik denk, oh ja, het is echt heel anders. Ik ga hem zo neerzetten, dan ben ik enigszins in beeld. En ik heb weer fijn en ui. Echt geweldig. En het worden hier al te platte gehaktballen, want die vind ik gewoon makkelijker te bakken. Maar echt grappig, Marco, ik, Sarah.
Ik ga even iets mega spannends doen. Ik heb namelijk echt al een hele tijd geleden een jurk gekocht vanmorgen voor de bruiloft. En een paar weken geleden had ik hem gepast, want ik was eerst iets zwaarder geworden dan toen ik die jurk kocht. En toen paste die niet, dus toen ben ik best wel streng om eten gaan letten. Nou, toen paste die wel, maar ik had er geen BH onder aan, dus er is een BH ingenaaid. En toen ging die dus weer niet meer dicht. Dus ik ga nu kijken of mijn jurk dicht gaat vanmorgen. Dat klinkt heel last minute, maar het valt mee. Mijn buurvrouw die is coupeuse, dus we hebben het wel zo afgesproken. En anders gaan we daar zo mee aan de slag. We hebben een aantal dingen verzonnen die we dan kunnen doen. Dus dan moet het goed komen. Maar ik hoop gewoon dat hij in één keer zo dicht gaat. Want dan zit hij perfect. Dus ik ga nu even proberen en dan zie ik hem zo. Dan ga ik nog niet de hele jurk laten zien, maar... maar een heel klein stukje. Hier zit dus nu een BH in. En daardoor krijg ik echt... het is heel moeilijk om te laten zien. Maar het is echt... nou, het scheelt echt 1 of 2 millimeter. Maar het vindt echt niet leuk. Maar ik krijg hem dus nu niet dicht. En... ik loop dus zo even naar de toe. En dan moeten we het gaan fixen nu. En het moest gewoon last minute. Omdat dit was wel het allerbeste. Dus we hoopten dat het zou gaan werken. En het is echt... een fractie. Dus het frustreert me zo erg dit. Maar niks aan te doen. Wat een drama net. Bloed, zweet en tranen gewoon. Bijna letterlijk. Maar hoe kan ik het uitleggen? We hebben er natuurlijk een BH in genaaid. En daardoor kwam die strakker. En je hebt zeg maar een stukje bij de rits waar heel veel stoffen samenkomen. En dat is dikker. En net doordat die BH erin zit. En die moet er gewoon in. Trekt hij daar net weg, waardoor je de rits niet langs dat dikke stof in de, stuk in de stof krijgt bij de rits. En het stomme is, je kan de stof dus tegen elkaar aanleggen. Dan past de jurk. En zodra je hem wil ritsen, wil die gewoon niet. Van alles geprobeerd, maar het is gelukt. Wat heb ik me rot lopen stressen net. Echt, nou, het zweet stond in mijn bil na, denk ik. Maar goed, ik ben nu heel erg happy. Ik ben natuurlijk morgen ook gedeeltelijk ceremoniemeester. En ik ga even nu het draaiboek uitprinten. En ik heb hem ook op mijn telefoon, maar ik vind op papier in zulke gevallen gewoon makkelijker. Je kan dingen doorstrepen, even een snelle aantekening maken of wat dan ook. Dus ik wil hem gewoon op papier bij me hebben. Hang ik hem desnoods in de tasje bij de garderobe, maar dan kan ik hem pakken als ik wil. Nou weet ik in principe bijna alles wat ik wil doen, weet ik uit mijn hoofd. Dus dat moet lukken. En het is ook niet heel ingewikkeld. Maar gewoon voor de zekerheid vind ik het gewoon heel handig. Plus het is ook een reservedraaiboek. Wordt een beetje een ontslachtig verhaal. Maar ik zit gelijk voor mezelf ook alles op een rijtje te zetten. Dus dat nog doen. En dan ga ik zo lekker mijn bed in. Het is nog vrij licht, maar het is echt al bijna 10 uur. En eer dat ik daarmee klaar ben, ja, dan is het gewoon laat. Ik wil morgen gewoon uitgeslapen zijn. Mijn haar, ik stel wel kunnen schrijven, mijn haar is klaar. Mijn nagels zijn klaar, mijn teennagels heb ik gedaan. Mijn jurk kan aan morgen. Sarah de jurkje is helemaal klaar, die is ook net nog even aangepast. Dus we zijn er bijna. Marco heeft alles kleding en schoenen. Het komt goed. Ik ben helemaal klaar voor morgen. Het draaiboek ligt klaar, de kaart ligt klaar. Sarah heeft wat gemaakt, dat ligt klaar. Kleding is klaar. Reservetas klaar. Ik moet morgen alleen een soort vluchtkoffer voor Sarah inpakken.
Maar dat doe ik morgen pas, want die spullen hebben we eerst nog nodig. Dus dat heeft nog geen zin. Dus, ik adem weer. En ik ga lekker naar mijn bedje. Bedankt voor het kijken. Abonneer je natuurlijk als je dat nog niet gedaan hebt. Even op die knop klikken. En zie ik je morgen. Doei!